Wat zijn dat? Wat zit je daar te geven? Van Willy en Rob, de kinderen. Bedankt, schat, ik lees er zo. Nou, neem jij die microfoon? Deze? Ja. Oké. Okay. Moet je wel bij je mond houden. Hier, geef mij die hou ik wel even vast. Bianca. Ik ga jou... Zo. Ik ga jou geen domme dingen vragen. Had je het verwacht? Ik had het echt totaal niet verwacht. Weet je dat het was zo'n nek aan nek race? Echt waar? Het echt was waar? Echt... Koos zat jou op de hielen, ging jou voorbij. Koos. Nou, maar goed dat hij weg was dan, hè? Ik heb hier wat voor je. Ja. En je gaat dus eerst... Wat ga je allemaal kopen ervan? Nou, ik ga eerst, en dat zeg ik hier, voor de camera's, ga ik met al die vrienden een leuk reisje. Gaan we ergens naartoe? Barcelona lijkt me een goede plek. Zitten hier nog meer vrienden van Bianca, hè? Ja. Dat gaat je geld kosten, dat gaat je geld kosten. Bianca, hier is... Ja. Een slordige 250.000 gulden netto. Nou, ik vind netto? Netto. Ja, netto. Bianca, je hebt het gewonnen van twee heren. En die hebben jou echt het heel zwaar gegeven, volgens mij, hè? Of zij me zwaar gemaakt hebben? Nou, dat weet je ook helemaal niet, maar het scheelde helemaal niks. Mag ik hier een keihard applaus voor Koos en Robin? Koos! Robin, geef me de hand. Weet je wat, kom hier. Oké, jongens, kom even met z'n drieën hier. Koos! Robin, hier komen! Bianca, jongens, kijk even die kant op. Daar staan alle camera's. Bianca, jij in het midden. Robin. Kan je er hoor, die Robin? Jongens, jullie kijken van mij echt nog één minuut en dan sla ik erop. Die kant op kijken. Oké. Koos, kom eens even mee. Koos. Ja, zeg het maar. Koos, jij bent als derde geëindigd. Je krijgt van ons helemaal niks. Nou, ik dacht dat het nogal meeviel. Maar wel 50.000 ja, gulden. En daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Dat had ik nooit verwacht. En je verdient het. Oh, nou, dankjewel. Maar wist jij dat jij echt heel close ja, was? Ja, nee. Daar heb ik van begin af aan gezegd. Ik ben geen winnaar. En ik kon dat risico niet lopen om dat te laten lopen. Het is, dan zei het zo. Het is... Maar je hebt ons 108 dagen zo ontzettend vermaakt. Jij bent een enorme winnaar. Nou ja, dankjewel. Dankjewel. Jongens, Koos! Oké. Dan gaan we nu naar de sportman. Mensen, ik vind het onvoorstelbaar. En hartstikke mooi. En... Koos. Hé? Ja, Koos. Maar ik wil wel iedereen even bedanken voor alles. Koos, dat weten we allemaal. Oké, dan gaan we nu naar Robin. Robin. Top fans. Robin. Jij bent een topsporter. Ja. Jij baalt echt zo ongelooflijk. Lekker belangrijk. Ik heb een ontzettende toptijd gehad in het huis. En natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet gewonnen heb. Maar aan de andere kant zeg ik ook lekker belangrijk. Want ik heb het echt fantastisch gehad. Het zijn allemaal aardige mensen. Ik heb zelfs gehuild om deze aardige mensen. Dus... Ik heb wel nog wat voor jou. Hier een heel lijstje. Mag ik dat hele stapeltje meenemen? Top fans!
Oké. Okay. Pak jij die envelop er even af? Ik weet niet wat erin zit. Kijk zelf heel even. Toppertje, Frank. Toppertje. Oh, man. Daar zit in... Oh, dat is niet gek. Haal ze er maar uit. Ja. Spel. 1, 2, 3, 4. Ja, het zijn er 10. Oké. 10 mil. Dan krijg je ook nog, ik heb mijn handen helemaal vol voor je. Hier krijg je nog 7500 piek aan audio-video units. Oh man, ja, hartstikke bedankt. Top, dank u wel. En je krijgt nog 1000 piek te besteden aan allerlei one-a-heads, dingen die je graag wil hebben. En hier, een Seiko horloge. Wow, man. Thanks. Maar er zijn dank ook andere merken die fantastische horloges maken. Ja, hartstikke bedankt. Robin. Ja. Ik vond jou een fantastische man. Dankjewel. Wij dachten eigenlijk allemaal dat jij van het begin af aan eruit zou vliegen. Het is je niet gelukt. Nou ja, lekker belangrijk. Robin! Oké. Jongens. En dan wil ik nog heel even... Laten we even... We hebben eerder hebben die Duitsers horen schreeuwen. Laten we nu even. Voor deze vrouw, want zij is na een vrouw in Zwitserland de enige vrouw die ooit Big Brother won. Hey! Keihard applaus en ook op de bank meeklappen voor Bianca! Wat een feest. Ik vind het helemaal leuk. Gefeliciteerd Bianca ook nog. Luister even, de winnaar is natuurlijk bekend. Dat is Bianca, maar er is nog een winnaar bekend. Wel twee. En ik heb ook toch twee prijzen weg te geven. De eerste prijs is voor degene die goed heeft voorspeld dat Bianca zou gaan winnen. En deze mevrouw krijgt het audio-video pakket. En deze mevrouw heet mevrouw de Graaf van de Graaf uit Arnhem. En dan deze prachtige, prachtige, prachtige bolide is gewonnen door niemand minder dan de heer De Ruiter uit Amsterdam. Gefeliciteerd! Zo, ik ga Bo opzoeken. Goed, wat gaan we nu doen? Gaan we nog even een beetje zingen, jongens? Oké. Okay. Jongens, het zit erop. Het zit erop. 108 dagen spanning, sensatie, lief en leed hebben we met ze gedeeld. Hier staan de 3 finalisten die overbleven van de 12. En we gaan ze nu even alle 12 naar voren roepen. En want we missen nog 1 lied. En dat lied is Esther. Welk lied missen we ook alweer? Het grote, grote Big Brother lied. En allemaal meezingen. Want hier is Darius. Kom, waar is de man?